Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 10 oktober 2015. Waar zal ik beginnen vandaag? Duitsland, de deelstaat Beieren in Duitsland, wil de grenzen met Oostenrijk dicht om de vluchtelingen te stoppen. En wil een rechtszaak starten tegen Angela Merkel binnen Duitsland. De kans dat ze die rechtszaak winnen is groot, mits ze juist communiceren. Kijk, die vluchtelingen mogen worden gedwongen om het VN-verdrag en de mensenrechtenverdragen toe te passen in hun eigen thuisland. Het Europese verwijt aan de vluchteling mag zijn dat ze gewoon te lui zijn geweest om een rechtsstaat in hun eigen land te bouwen. Alleen dan moet daar wel een wet voor zijn die dat mogelijk maakt. Ik heb die wet geschreven. Duitsland kan ook nog anders redeneren. Duitsland heeft per deelstaat een mini-parlement. En dat zijn echt losse units die dus autonoom mogen handelen van Angela Merkel. Dus misschien dat zij mogen zeggen: voor onze soevereiniteit en onze veiligheid willen wij de grens met Oostenrijk dicht. Nederlandse journalisten praten hier niet over, omdat Nederlandse journalisten graag burgers vermoorden. Ik laat het hierbij, ga naar mijn website voor de internationale strafhofrechtszaak tegen Angela Merkel. Ik kan niet meer. Dag.